an Orientalist van Universiteit Leiden, genaamd Michael Jan de Goeie, geboren in 1836 en schreef in 1909. En voor mij, het Nederlands is alleen gewoonlijk voor rijken, mijn onderzoek dat ik doe. En mijn focus nu is een halal leven in Indonesië en in de wereld. En als mijn onderzoek voor mijn boek titel Jawa en Halal in Thailand klaar is, heb ik nu bezig met mijn nieuwe onderzoek. Ik begin met een focus op de sterke relatie van mensen van drie landen, van Nederland, Japan en India. In de platform van de islamitische moreel waardenwetenschap. Dat is echt interessant, sinds ik veel